gekregen en zo boekjes zitten lezen van die Italiaanse boekjes dat je niet snapt hoor. Ze zeggen van mij dat ik een heel nuchter meisje ben. En ja, ik versta dat er is wel. Ik ben Klaartje, ik woon in Deelbeek. Sommigen zeggen alles wat onbelangrijk is, dat onthoud jij. En dat is eigenlijk wel waar, want bijvoorbeeld als mensen het voor de eerste keer tegen mij beginnen, ik onthoud altijd heel goed wat dat die als eerste tegen mij hebben gezegd. Dat is ook een kwestie van geloven en een steun hebben ergens. Want ja, waarom is het geloof om een steun te hebben? De mensen zeggen dat ik niet. Ja, ik kan ook wel ook. Allee, als ik bij nieuwe personen kom, dan is dat, vind ik dat heel moeilijk om heel moeilijk te doen. Het strand was er een zwembad, dat is wel raar, zo'n zwembad. Maar allee, omdat je dan de zee hebt en je hebt een zwembad, dat is misschien wel raar. Hè? Maar dat zwembad dat zat dus vol met daar en zo. Dat is, ik weet niet hoe vies. Maar we zijn er toch in geweest. In het laatste huis van de straat, nummer 8. En ik heb één huisdier, een konijn, een albino. En dat noemt Wies. Sommige activiteiten maken mij echt zo een, ja, maken dat ik losser kom zo. Het is nu de tweede keer dat ik aan Harbeats meedoe. Waarom doe ik terug mee? Omdat ik het zo leuk vond vorig jaar. Ik ben ook in de zee geweest en die is zo heel blauw en je hebt dan zo soms stukken warm en soms stukken koud. Dat vind ik allemaal heel tof om een keer zo uit mijn eigen veld te kruipen, want als ik toneel moet spelen, dan moet ik mezelf niet zijn. Dus dan kan ik er zo een keer iemand anders zijn.